Toen het Verenigd Koninkrijk op zijn hoogtepunt was, besloeg het een kwart van de wereld. Een rijk gebaseerd op overheersing van de wereldzeeën. Brits-Indië was de grootste kolonie. Als exploitatiekolonie leverde Brits-Indië grondstoffen en nam het goedkope eindproducten af. In het Verenigd Koninkrijk ging de industrialisatie snel. Met name in de ijzer, de staal en de textielindustrie, maar ook in de scheepsbouw. Terwijl Brits-Indië een exploitatiekolonie was, was Australië een voorbeeld van een vestigingskolonie, een nieuw vaderland voor de kolonisten. In zulke vestigingskolonies werden de rechten van de oorspronkelijke bewoners, zoals in Australië de Aboriginals, niet gerespecteerd. Pas na de Tweede Wereldoorlog verliest het Verenigd Koninkrijk zijn rol als wereldleider. Door dekolonisatie wordt het koloniale rijk snel afgebroken. De laatste tijd is de meeste zware industrie als gevolg van de hoge Britse lonen verdwenen naar de opkomende economieën van de BRICS-landen. Uitschuiving noemen we het verplaatsen van arbeidsintensieve industrie naar lage lonenlanden. Sommige oude fabrieksteden in Groot-Brittannië bloeien op door high-tech industrie. Andere steden vervallen langzaam tot spooksteden. Tegenwoordig is het Zuidoosten het zwaartepunt van de Britse economie, gunstig gelegen tegenover de rest van Europa. Maar de relatie met Europa is er wel één met een hoog haat-liefdegehalte. In 2016 koos het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit, iets wat rond de regio Londen, het economisch hart van Groot-Brittannië, hard is aangekomen. Londen groeit hard en speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de wereld. Tegenwoordig is het een economisch, cultureel en toeristisch knooppunt met als core business de zakelijke en financiële dienstverlening. Daarbij moet je denken aan financiering, verzekeringen en advisering. De city, nog geen 3 vierkante kilometer groot, vormt het hart van een enorm economisch en financieel netwerk met banden over de hele wereld.